Goedenavond, beste mensen, en welkom bij het Benefiet Herdenkingsconcert Wageningen voor Oekraïne. Graag uw aandacht voor presentatrice Victoria Koblenko. Goedenavond, iedereen. Goedenavond. Ook voor de mensen thuis die kijken, welkom. Ik heb ontzettend veel zin om vanavond samen met jullie stil te staan bij belangrijke dingen, maar ook onze harten te helen door muziek. We hebben een fantastisch programma voorbereid en ik ga de artiesten vanavond stuk voor stuk aan jullie voorstellen. Het is 4 mei, dat weet u. U weet ook dat het traditie is om de oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En vanavond kijken we ook een beetje over de grens naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, een land waar ik en mijn partner geboren zijn. Ja, de oorlog voor Oekraïners had al vele slachtoffers vanaf 2014, maar vanaf 24 februari dit jaar is die pas groot in het nieuws gekomen voor de wereld, met vreselijke gevolgen voor miljoenen mensen. Wij zamelen vanavond geld in voor de slachtoffers. En sommige van de slachtoffers zijn vanavond te gast. En ik hoop dat u me toestaat om een paar woorden in mijn moedertaal tot ze te richten. Dobri večer. Ми з України! Ja! Добро пожаловать, земляки. Меня зовут Виктория. Мои родители приехали в Голландию в 92-м году, поэтому я не очень хорошо разговариваю украинскую мову, но я уверена, что вы все меня понимаете. Я хочу вам сказать, что эта война затронула не только сердца украинцев в Украине, она беспощадно дергает за корни украинцев в других странах. И поэтому мы с моим мужем с начала войны ничем больше не занимаемся, кроме сбора фондов. И уже очень много концертов прошло, и сегодняшний концерт посвящен тоже людям, которые пострадали. И я очень надеюсь, что нам удастся сегодня вечером отвлечь вас немного от войны и погрузить вас музыкой в мир. Спасибо, что вы здесь. Ik wilde eigenlijk afsluiten met iets wat jullie ongetwijfeld vaker hebben gehoord op televisie. Slava Ukraini! Dat betekent glory to Ukraine, glorie aan Oekraïne. En dat zijn de eerste woorden die in het Oekraïnse volkslied voorbij komen. En daar komen ook andere woorden in voor. Namelijk, nog is de glorie, nog de vrijheid van Oekraïne is vergaan. Vrijheid. Dat is eigenlijk het hoofdthema van morgen. En vanavond staan we stil bij onder andere hoe die vrijheid overal ter wereld soms niet helemaal tot zijn recht komt. Vrijheid heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met hoe wij die individueel ervaren, maar ook hoe wij dat collectief moeten koesteren en hoe we dat collectief moeten bewaken. En helaas gaat de vrijheid van meningsuiting of van seksuele vrijheid op sommige plekken op aarde niet altijd ideaal. Soms zelfs in Nederland niet. En daar staan we vanavond bij stil. Door alle artiesten die, zoals eerder gezegd, belangloos vanavond een bijdrage leveren. Wellicht kent u een deel van de muziek die hier vanavond ten gehore gaat worden gebracht. Van de muzikale Tour van de Vrijheid. Daarover zometeen straks meer door Sophia. Wij hebben verhalenvertellers, dichters, muzikanten, artiesten. En ze vertellen allemaal over de oorlog, maar vooral over hoop. En hoe je strijdbaar de toekomst tegemoet kan gaan. Ik hoop dat u ervan gaat genieten. Wij beginnen met de band en met Sophia Dracht, die achter mij intussen is aangeschoven. Je bent singer-songwriter, ook componiste. En je gaat de gasten van vanavond meer vertellen over wat die muzikale tour nou precies om het lijf heeft. Ja, precies. Ik heb dat vorig jaar heb ik daar aan mee mogen doen. En het is ook heel mooi dat degene waarover ik het liedje heb geschreven hier ook te gast is, Herman van Brussel. Waar zit hij? Dag Herman. Hij zit daar. Ja. Dus dat vind ik extra bijzonder. Hij heeft iets meegemaakt en daar heb ik het liedje over mogen schrijven. En dat vond ik heel bijzonder om te doen. Ja. Het lied heet We Remember Now. Geef haar een applaus. Sophia Dracht. Thank you.
for a little while. Shadows coming in from the north, and I see you standing there. Growing up, growing up, and your mind wanders off. You look up, see them fly. How we all long to be home when the signs of our time make our borders cross a line. In the end, there's just a part of what we know. Two young men with their own destiny, each on different sides of history. One has the other one's life in his hands. The other one's waiting safely downstairs. Growing old, growing old, and your mind still wanders off. You still see it every day. How we all long to be home when the signs of our time make our borders cross a line. In the end, there's just a part of what we know. When the signs of our time make our borders cross a line. In the end, how far we'll go, no one knows. They're coming down. Coming down, we remember now. Sophia Dracht en een band. Wij gaan luisteren naar de volgende muzikale bijdrage door Chila Collective. Het is een band die afro, pop en jazz combineert. En de Mozambicaanse zanger Angelo zingt onder begeleiding van zijn band. De tekst van het lied kunnen de mensen die hier vanavond live aanwezig zijn volgen op het scherm. Het lied heet Father, You Are Gone. Of, zoals de band het noemt, Ufambile Tatana. Geef ze een applaus. Muziek is een taal die ik heel goed begrijp, omdat ik weet wat muziek voor mensen kan betekenen. Kululeko, ufambile tata,
unisia nanani tongo ufambile tata unisia nanani tongo bifunika kulili kutega tata e kambe unisiele aliranzo bifunika kulili kutega tata kambe Oh jongens, prachtig, wat kun je dat mooi. Schitterend, erg mooi. Ja, nou ja. Dankjewel, heel mooi. Ik zit naast een hele bijzondere gast, Erik van Til, veteraan uit Libanon. Hoe gaat het met u? Hoe is het voor u om hier te zijn vanavond? Nou, ik vind het wel buitengewoon bijzonder en eervol eigenlijk. Ja. We herdenken vanavond. Brengt zo'n avond u terug naar de slachtoffers van toen? Nou, niet alleen naar de slachtoffers, de negen in Libanon, maar naar alle slachtoffers en ook uit de oorlog. En zeker wat nu in Oekraïne gebeurt. Hoe ervaart u die situatie? Nou, ik vind het dramatisch op dit moment en ook buitengewoon triest dat de Verenigde Naties nog maar weinig kunnen doen en mogen doen. Dat er nog een vetorecht is en dat we zo meer mandaat moeten hebben om te kunnen optreden. Ze kunnen nu alleen wel wat mensen eruit halen uit Mariupol en daarin bemiddelen, maar nog niet echt optreden, omdat de wereld daar nog niet aan toe is. Ik hoop dat we een soort ME krijgen die over de wereld kan optreden. Niet alleen in Oekraïne, maar ook op andere plaatsen. Dat ik dat hopelijk in mijn leven nog mag meemaken. Ik hoop het met u mee. Dank u wel. Ja, dat verdient wel een applausje. Goed, wij gaan door naar het volgende optreden. Dat is een collectief van drie dichters uit Wageningen. Martijn Adelmunt, Ivanka de Ruiter en Ellen van der Kolk hebben samen een reflectie gemaakt over vrijheid en onvrijheid. En dat allemaal onder muzikale begeleiding van het Duitse popduo Wolken. We luisteren.
Jij mag nu iets zeggen. Het zou alles mogen zijn. Jij en je stemgeluid. Wij en ons stemgeluid. Terwijl mensen hun huizen uitvluchten. Vluchten. Voor granaten, de kapotgeschoten straten. Hun handen omklemmen de tassen, waar maar brokstukken leven in passen. Wat zeg ik? Wat zeg jij? Wie zijn wij? Wat kan ik, wat hoor ik te zeggen voor wie vluchten? Als je vlucht in je hoofd voor de beelden. Als je vlucht voor angst en verdriet. Ik vlucht in mijn hoofd voor de beelden. Ik vlucht, want ik begrijp het niet. Radeloos. Machteloos. Wat als wij achteloos leven? Onze mening mogen geven. Dansen? Mag ik dansen op een plein? De wereld groot, mijn passen klein. Wat als mijn woorden tussen haakjes staan? Heeft het dan zin dat ik hier ben? Heeft het zin dat ik hier sta? Gaan we door? Gaan we door? Aan wie of wat geef ik gehoor? Als ik zelf al niet begrijp of ik iets of niets, of ik blauw en geel wat ik bijdragen wil. We scheuren het zwart van de Gelderse vlag, maar heeft het zin? Heeft het zin? Wie ziet er een nieuw begin? Hoe ruimen we de mijnen? Hoe zorgen we met man en macht dat wanhoop, beklemming en onrust verdwijnen? Hoe herbouwen we de steden? Hoe smeden we het leed weer om tot hoop en goed vertrouwen? Jij mag nu iets zeggen. Het zou alles mogen zijn. Kippenvel. Dank jullie wel. Wie mag ik vragen? Een aantal vragen stellen? Blijf er nog even bij. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie als stadsdichters dan bij elkaar komen. En hoe smeet je dit dan tot een geheel? Ja, we hebben een gesprek gehad over de Oekraïne, over de situatie en hoe we hier iets aan kunnen doen. Wat we ervan vinden. En de vragen waren belangrijker dan de antwoorden, kwamen we achter. Want de vragen die herkent denk ik iedereen wel. Ja, wat kunnen we doen? Weet je wat ik zo mooi vind? Je had het net over het herbouwen. En er is één woord in het Russisch en het Oekraïens wat mij ontzettend veel hoop geeft. En dat klinkt als atstroim. En dat staat voor we bouwen er iets beters voor terug. Dus ondanks de kapotgeschoten straten, winkels, huizen, maakt niet uit. We bouwen er iets beters voor terug. En dat geeft mij ontzettend veel kracht en hoop. Dank jullie wel. Naast mij zijn intussen twee bijzondere mensen aangeschoven. Ik ga ze aan jullie voorstellen. Maya is van oorsprong Russische celliste. Zij zette zich afgelopen maanden belangeloos in voor talloze benefietconcerten. En haar collega, saxofonist Vitali, kende ze van het conservatorium. En uitgerekend met hem wilde ze graag optreden. Vitali richtte op zijn beurt een tijd geleden een muziekinitiatief op. Music for Peace, waarmee hij overal ter wereld humanitaire muzikale projecten vormgeeft. Zoals benefietconcerten of masterclasses om mensen te helen die te lijden hebben gehad onder oorlog, terrorisme of ander leed. Wij gaan luisteren naar Maya Friedman en Vitali Vitula. Thank you.
Dat was Song of the Birds, Vitaly Vatula en Maya Friedman. Thank you so much. I have a few questions for you because let me stand in between so everyone can see us and I have a mic for you. You are a duo against all odds. How does it feel to play together? Yeah, the main thing is that we really, we play because we feel. Yeah, this is manipulated. It's very vulnerable to listen to. Is it vulnerable to play? Of course, especially right now, thinking about what's happening in Ukraine, it's really different to play. It's like you are completely there with your thoughts at the same time you are here, and it's so beautiful that we are all sharing this moment together. Thank you. Do you have a message for our audience, how every one of us, individually or collectively, can make a difference? I think it's important to feel responsible for what is happening and to feel that all of us can do something, whether small or big, it doesn't matter, but any act of kindness, it's important, I think. Geef ze een groot applaus, dames en heren. De volgende band, die al langzaam achter mij op het podium geslopen is, heet Contraire. En ik heb ze gehoord tijdens de soundcheck. Neem van mij aan, they're gonna sweep you off your feet. Het is een nieuw geluid voor de meesten, denk ik. Maar het is ontzettend innemend en opzwepend. En ik heb er ontzettend veel zin in om dat met jullie te beluisteren zometeen. Ik wil wel heel graag vertellen dat zij een nummer hebben gemaakt wat gebaseerd is op het verhaal van Jan Slomp. Het Onderduikmuseum vertelt ook dit verhaal. En het is een verhaal over keuzes maken. De vader van Jan Slomp zette een netwerk voor onderduikers op om ze op te vangen. En de vader van Jan had natuurlijk andere keuzes kunnen maken. Maar hij vond, of zijn geweten vond, dat hij maar één keuze had, namelijk kiezen voor het enige juiste. Wij gaan luisteren naar Write the Plot. Things are on repeat, hoping that we'll
But every time I feel the night fall, I'm counting down the days till we meet again. In better weather, will the rain stop? I'm reading all your letters on and off. Make a difference to the world, I am proud, and I hope we win. We can make a change and right the floor. An impact, it can't be love. Playing soldier on the street, pretending to be as brave as that. I know this ain't a real play, but now we can create our own plot. Write a story starting with a blank page, rid of all the chapters of isolation. A silent ending to the movement of hate. It's a tale of love. We can make a change and right the floor. You are in charge of the story. When there's no turning back, you can make an impact. It could be toe? Wat vind je heftig? Gewoon alles. Ja. Dat mensen hier gewoon moeten leven. Kan niet, hè? Nee. Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen die zo leven, dat het eigenlijk, dat die gewoon wel een plek nodig hebben waar ze tot rust kunnen komen en niet dat met zoveel mensen hutje mutje op elkaar. En ik hoop gewoon dat er mensen zijn die ook naar die mensen kijken en dat die weten wat hier gebeurd is, wat hier nog steeds gebeurt. Ieder kind heeft recht op rust en vrije tijd. In zijn vrije tijd moet het kind kunnen spelen. Landen moeten elkaar helpen om te zorgen dat alle kinderen gezond blijven. Als een kind moet vluchten naar een ander land, moet dat kind in dat land beschermd en geholpen worden. Ieder kind moet genoeg te eten en te drinken krijgen en een huis om in te wonen. Al die regels en die kinderrechten staan in dit boek. En er wordt eigenlijk niks... Er wordt niks aan gedaan. Ja, er wordt niks aan gedaan. En dit is dus de reden waarom wij dit doen. Dit is de reden waarom wij ons kwaad maken voor onrecht. Dit zijn de regels die we samen hebben afgesproken en die worden niet nagekomen. Dus we moeten hier wat aan doen. Dat is zo mooi, ja. Change the condition. Change the situation. Ja, geef ze een groot applaus. Mark Floor en Jurien ten Brinke. Welkom, heren. Vanavond staat
in het teken van Oekraïne. Maar er is natuurlijk bovenal aandacht vanavond voor verschilmakers. En jullie zijn voorbeelden van verschilmakers. Dat zagen we net al in het filmpje. Jullie hebben een mooie stichting. Hoe heet die en wat doet die? De stichting die wij gestart zijn heet Just a Million. En eigenlijk is het een verlangen dat het een beweging wordt van mensen die twee dingen doen. Opkomen voor het onrecht in de wereld. En dat we als Just a Million een miljoen euro ophalen voor mensen in nood. Daar zijn we mee bezig als stichting. Dat doen we als gezin. We gaan regelmatig op reis waarin we aandacht vragen voor de ellende die er is wereldwijd. Zo zijn we een paar keer op Lesbos geweest, waar vluchtelingen tot op de dag van vandaag vastzitten en niet verder kunnen. Daar willen we graag lawaai van maken en mensen in beweging zetten om verschil te maken. Dankjewel. Je zoon, hier links van mij, Mark Floor, je was finalist Voice Kids vorig jaar. Ja. En je gaat een waanzinnig nummer te horen brengen. Hoe heet het en waarom dit nummer? Ik ga het nummer Speeltuin zingen. Ik denk inderdaad vandaag op herdenkingsdag dat we allemaal gedenken de slachtoffers van tientallen jaren geleden. Maar ook vandaag de dag nog. Inderdaad, dan denken we inderdaad vooral aan Oekraïne en ook veel verschillende andere landen waar veel oorlog is. En ik denk dat het verlangen naar vrede gewoon ontzettend groot is bij mij. En ik denk ook bij andere mensen op de wereld. En daarom ga ik het nummer Speeltuin zingen. Ga je gang. Geef hem een applaus. Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land, loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, haar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn. Dan zal de zon je strelen. Zal de wereld weer een speeltuin zijn. En kun je rustig spelen. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn. Ja, dan zal de zon je strelen. Zal de wereld weer spelen. Zing maar mee als je het kent. Morgen zal het vrede zijn. Ja, dan zal de zon je strelen. Zal de wereld weer een speeltuin zijn. En kun je rustig spelen. En niemand ziet hoe klein je bent. Oh, niemand ziet hoe klein je bent. Dankjewel, Mark Floor.
Ja. Ik wilde dat ik het aan mijn kleine van 5 kon uitleggen. Wat oorlog is en wanneer het ophoudt. Wanneer hij weer rustig kan spelen. Maar ik hou hoop. Vanavond ging over hoop. Ik hoop dat u dat gevoeld heeft. Wij gaan langzaam naar het einde van deze mooie avond. Voordat we naar ons laatste optreden van vanavond gaan luisteren, wilde ik jullie alvast heel hartelijk danken dat u kaarten wilde kopen, dat u gedoneerd heeft. Tot en met morgen kan er nog steeds gedoneerd worden. En ik wil u heel graag vragen om dat te blijven doen. Wij vangen veel mensen op. Ik ben ervan overtuigd dat u ook veel mensen opvangt. Ik ben super trots op hoe Nederland omgaat met vluchtelingen. Het is intens hartverwarmend om te zien hoe wagenwijd de deuren en de harten van de Nederlanders openstaan. Ik ga jullie voorstellen aan de laatste artiesten van vanavond. Jim Bakkum en Liv met Band. Jim, kom erbij. Eerste single sinds 8 jaar, man. Hoe is dat? Geef ze een applaus. Iets hoger zet, ik ben iets groter. Eerste single in 8 jaar, ja. Het voelt wel heel goed. En helemaal als het dan eigenlijk blijkt dat het zo'n bijzondere betekenis ook nog heeft. Terwijl het eigenlijk officieel als een liefdesliedje is geschreven, een liefdesduet. Maar eigenlijk de tekst slaat zo eng veel op de situatie die we nu allemaal kennen. Dus we zijn heel erg blij dat we hier vanavond het mogen vertolken. Hoe voel jij dat, Liv? Precies hetzelfde, zeker. Super spannend om hier te staan, maar we gaan er iets moois van maken. Het nummer heet Wie zegt dat het beter is? Geef ze een groot applaus. Bijna dat de liefde nooit verdwijnt.
dat het beter is. Je weet dat je mag blijven. Voor altijd is moet blijken. Want wie zegt dat het beter is. Gaan of blijven staan. Gaan of blijf je staan. Gaan of blijven staan. Dat heeft voor ons allen een andere individuele betekenis. Ik wil jullie danken dat jullie hier waren. Bedankt voor het geven. Maak er morgen een fantastische bevrijdingsdag van. En vergeet niet dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Koester het en grijp het bij de ballen. Dank jullie wel. Clemens en Alexander, piano en gitaar.